Hey, maar jij moet eigenlijk ook nog. Dik ook? Ja, als je er maar gewoon achter haalt. Ik snap echt spontaan weer waarom jij op Banjo Town bent, weet je dat? Banjo Town. Hey jongen, dat gasten. Welkom in deze nieuwe video hier op Banjo Town. Ik zit hier bij gebrek aan beter met... Wow. Ik zit hier met de oldschool Jordi Maestro. En vandaag gaan wij weer een... Springtouw. Oh, ik bedoel dinsdagtip. Dinsdagtip. De dinsdagtip. Nou, nu gaan we een gekke dinsdagtip doen. Je ziet het al. Het heeft geen verpakking. Ik weet niet wie die verpakking heeft gestolen. Nee, want het is zo bij Banjo Town, wij moeten gadgets bestellen elke keer. En dan geven we een lijst op en blijkbaar kregen wij nu deze, een soort, hoe kan je dit noemen? Als je op de camping bent en je wil naar de, hoe zeg je dat, de douche gaan, hè, waar je jezelf verzorgt, heb je altijd zo'n tasje bij je met je tandpasta, je tandenborstel erin en dat is ook zoiets. Nou kijk, in principe, als je dit zo zou hebben... Ja, tuurlijk. Even fucking hier. Als je dit hebt, hier kan je gewoon al je spulletjes in doen. En dan kan je zo dit ding onder je schouder met een wc-rol op de camping. Ik snap niet, je hebt dit besteld en normaal zit er altijd een doos omheen. Gewoon echt ter bescherming van dat product. Maar kijk, er zit gewoon helemaal geen ding omheen. Ik snap ook niet. Gewoon zo van, als je dit op de post doet, nee, dan krijg je hem ook gewoon zo binnen. Dan zit het gewoon zo binnen. Volgens mij is het ook gewoon een bedrijf die ouders bestelt. Pak voor dat ding. Oh, die... Dat is een idee. Volgende. Dan doe ik er maar even over. Ja, joh. Kijk eens. Fucking heet dat ding nog, joh. Ik dacht, ik ga drinken, maar oh shit. Dit is een touwtjespringapparaat. Het is geen Het is geen gekke... Als je dit doet... Nee. Ik heb al bij zo. Oh ja, ik wist hem al. Ja. En even voor de duidelijkheid, want wat is dit nou concreet? Dit is een springtouw die bij kan houden hoe hard je springt, hoeveel je springt en waarom... Nee, ik weet niet waarom je springt. Dat kan die niet bijhouden. Oh man, ik zit even... Is hier iets... Oh, jij hebt de start reset, hè? Wie? Push set. Mode, into mode, of miles equal? 0, 0, 0, 0, 0, 0, of 0. 3 keer 0, dat zou ik echt alleen maar 0. nee, wat begrijp je, alsof ik direct 100 kan staan. Nee, ik heb al direct 100 lopen springen. Oh man, ik... Kan ik hem cheaten? Hey, hij werkt zo, kijk! Hij heeft dat ding niet te krijgen. Dus nu zie je, je hebt 10 keer gesprongen, 11 keer. Oh man! Het is wel ideaal. Record. Voor dikkertjes als mij is dat ideaal. Dan hoef je alleen dat ding rond te draaien en dan ben je er vanaf. Wat? Zit hij dan vast? Ja, maar er zit ook geen uitleg verder bij. Nou, ik kijk op de grond, want daar zou het dan liggen, denk ik. Zit hij vast? Ja, dit. Is dit dan? Een springtouw wordt zeg maar daar. Ja, als je hier. Ja, nu trek ik hem zo kapot, maar. Ja, okay. Volgens mij zit hij vast. Maar hij gaat ook niet meer uit. Ja? Dus één keer springen, kijk of die. Eén keer springen. Oh shit, ja. Dit is die knal tegen kijk. De bakjes. Hij vond me wel te lang voor echt zo'n springtouw. Kijk maar, dan zit daar gewoon nog een knoop bij. Maar... Ik hou de tijd bij 30 seconden. 30 seconden. We beginnen in 3, 2, 1. Go! 1, 3, 2. Hey, Jordi, wacht even. Stop. We hebben hier een tv staan. Dit is echt het stomste idee ooit. Hoeveel heb je? Ik heb er 8. Je hebt er 8. Ik vond me waren dat geen 8. Het is meer zo'n de tv 8 keer geslagen. Dus laten we gewoon terug. Hier, dit is geen goed idee. Dit is één. Ja, maar jij moet eigenlijk ook nog. Dik ook? Ja, als je er maar gewoon achter haalt. Ik snap echt spontaan weer waarom jij op Banjo Town bent, weet je dat? Want we zeiden ook, voordat we die eerste tip op gingen nemen, voel ik nog een Jordi. Welke tip wil je ja, doen? Ja, nee, deze. Daarom. Ja, nu snap ik ook waarom, ja. Ik ben niks. Dit is de tweede dinsdagtip volgens mij die met elkaar opnemen weer. Vorige keer was het een lasergun, weet je nog? Ja. Toen heb je Jordi's huis ook kapot lopen maken. En jouw geweertjes. En mijn geweer. Kijk even terug wat de vorige keer gebeurde. Sorry! Oh, die was vol! Het is niks! Wat een deur! Ik heb wel 9 keer gesprongen, zeg. Je hebt niet gereset. Nee, door hem. Dat is jouw probleem. Hier. Kut. Maar heel eerlijk, het springtaal is ook gewoon te lang. Volgens mij. Ja, maar dat is alleen maar beter voor mij. Oh ja, die lampen! Ja, dat heb je ook nog een punt. Spring jij eens. Ik hou de tijd voor maar, dan ga ik maak toch dingen weer kapot. Kunnen we niet beter afknippen of zo nu? Want het is gewoon echt... Kijk hoe dan maak ik hem kapot. Kijk hoe achterlijk lang dit is. Ja. Ja, oh, maar... Wat, we willen niks denk ik. Oh jee. Ja. Hé, hou me wel op de grond heen. Goed toch? Ja! Stel, Rick, kom erbij. Rick, nog even. Ja, Rick, kom erbij. Je kunt er niet inspringen. Nee, in totaal hebben wij dus met z'n vieren nu 23 keer gesprongen en daar deden we 3 minuten over. Yeah!
ik ook Banjo Town. Echt waar. Maar we zijn wel het pitch van allemaal. Jullie zijn ook gewoon geen gamers meer. Kijk, ik ben de enige gamer hier nog echt. Ja, nee, true. En jij hebt gewoon 9 keer op rij. Jij hebt het record. Ik heb het record, dat is toch apart. Oh man, en kan je hier ook zien? Oh, je kan ook zien hoeveel calorieën je bent verbrand, hoeveel kilometer en hoeveel miles je hebt gerend. Nou, dat... Oh man, jongens. We bedanken jullie voor het kijken naar deze rare dinsdagtip. Ja, maar het touw is wel geschikt voor als je echt gewoon last hebt van iemand. Ja, dan kan je dat ding zo... Ja, precies. Dat is echt wel goed touw. Kijk, laat ik het zo zeggen. Dit springtouw heeft in principe 3 functies. Allereerst voor de dames hebben ze iets wat we niet verder hoeven te benoemen. Nee. We hebben dit touw voor je allerergste vijand. En we hebben... Het springtouw. Het springtouw zelf. Ja. Bedankt voor het kijken. Volgende week dinsdag zijn we er weer met een nieuwe dinsdagtip. Leuk dat je erbij was, Jordi, ja. Weer. En tot volgende week. Later. Adoe.